Ik ben Maurits van der Voren. Wat ik voornamelijk doe is alle kantjes draaien, maar voornamelijk het food design van de gerechten. Gisteravond ben ik bezig geweest een nieuw gerecht te verzinnen. Ja, ik had al wel wat in mijn hoofd. Ik wilde graag met duindoornbessen werken. Duindoornbessen is echt een streekproduct van hier. En eigenlijk zijn het 4 ingrediënten, maar ik wil er eigenlijk zoveel mogelijk structuren van maken. Dus van witte chocolade heb ik al 5 verschillende soorten gemaakt. Vanille ook, dat komt steeds, eigenlijk komt steeds alles terug en dat moet met elkaar connecten, zeg maar. Dat moet één worden. Hoe kan je een zoet dessert maken met paprika? Ja, paprika heeft al iets zoetigs van zichzelf. Je moet er toch wel wat mee doen. Dus ja, sowieso een beetje suiker toevoegen, maar ook vanille en olie. Op zich een klein beetje zout in een dessert, dat kan wel. Dus daarom heb ik ook weer mooi vanillezout gebruikt om dat terug te laten komen. En als je alles met elkaar eet, dan heb je eigenlijk alles zoet, zout, zuur. Witte chocolade is mooi, maar het is best wel zoet. En als je het in de oven doet en je gaat het karamelliseren, ja, dat krijg je echt een hele andere dimensie in chocola als je het proeft. Ik vind het zelf heel luxe, smaakt het echt wel mooi. Dus ja, ik vind het leuk om dat te gebruiken. Ik denk dat de bal het moeilijkste is om te maken. Als de temperatuur niet goed is, als de temperatuur te hoog is, dan verkleurt de bal. Als de temperatuur te laag is, dan wordt hij veel te dik. Het moet echt super dun zijn. Het moet niet storend zijn als je de bal stuk slaat en het opeet dat je denkt, oh, wat is dit? Het moet gewoon heel zacht zijn en het moet gewoon vervagen in je mond. En daar wilde ik wat mee doen. Ik vind het altijd leuk om iets terug te laten komen. Dus zo'n bes is best wel klein. Ik denk, hoe ga ik dat vertalen? Dus ik heb een grote bol gemaakt van suiker. Witte chocolade, vanille, duinhoornbessen en paprika. En paprika is net weer iets wat je normaal niet verwacht. En weet je, ik wil het altijd een beetje spannend maken, het gerecht. Een witte chocolade rondje. We maken de karamel van chocola, de bal van suiker, dan een schuim van paprika met duinhoornbessen en vanille. En alles komt steeds weer terug in de gerechtjes. Een ring van kwark met witte chocolade.